Ik ben vandaag op pad met een maatje en we gaan lekker wat drone vliegen. Het weer is helaas niet al te best, maar dit is een toffe locatie en ik ga ook mijn nieuwe draadloze microfoon testen. Ik heb hier nou de DJI mic op deze camera gezet, dit is de Sony A7 IV. Ik heb hem net verbonden en het is eigenlijk de eerste keer dat ik hem ga gebruiken. Dus ik ben heel benieuwd of die nou gewoon helemaal goed plug and play werkt. Of het echt zo simpel is als dat mensen zeggen dat die werkt. Zoals je ziet is die automatisch verbonden, dus ik heb hier nou het microfoontje in mijn handen en er komt de audio binnen. Hier op het schermpje zie je dat ook. En ik heb hem zo ingesteld dat hij een safety track opneemt. Er komt een mono channel binnen met een safety track. Als het goed is, zou ik nou op het linkerspoor een normaal audiovolume moeten hebben. En op het rechterspoor een safety track. Dus wat ga ik doen? Ik ga hier deze kant op lopen naar de Lonely Oak, de eenzame eik hier in Amerongen. En gaan we even een range testje doen. We gaan het extra speciaal maken, want de Mini 3 Pro is er ook bij. Die gaan we even de lucht insturen. Dan klip ik eerst even deze vast. Dus geen lavaliertje nog vandaag, gewoon even het microfoontje op het shirt. Ik kan die vast draaien en dan komt als het goed is deze audio daar binnen. Als die niet draait, zou die hier alsnog ook audio moeten binnenhalen. Ik weet het allemaal nog niet, het is echt de eerste keer. We gaan het gewoon zien. De vorige keer hadden de twee jongens mij natuurlijk geleerd hoe ik moet handlaunchen, dus ga ik het nou in de praktijk toepassen. Ik heb hier een screen recording, dus als het goed is kan je zien wat ik doe. Ik druk op het launch knopje en dan hou ik take-off ingedrukt. Nou wordt die groen. Laat ik hem los, daar gaat hij. En nu voel ik hem trekken. Daar is het. Gimbal stuck. Oh jee. Nou, de gimbal zit even klem. Ik weet ook niet wat er aan de hand was, maar hier gaan we gewoon nog een keer. Hoppa. Oké, okay, even synchroniseren. Ik heb daar natuurlijk die camera, ik heb daar die camera. Deze, hier de screen recording, moeten we eventjes even voor synken. Matthijs, ben je zo fucking dom? Ik moest natuurlijk wel opnemen tijdens de sync. Heel goed. Kom maar even terug. Nou, daar gaat die poging 2 voor de sync. Nou, ook iets leuks bedacht met de drone. Ik ga hem hier de lucht in sturen. En dan kan ik precies zien tot hoe ver ik kan lopen en hoe dan de verbinding is. Achteraf op Google Maps kan ik dan uitrekenen hoe ver de afstand was. Nou, een leuke positie bedenken voor de drone. Dat is de Lonely ook. Ja, ja, ja. Hij is wel erg lonely daar in het midden. Dus ik ga er straks naartoe lopen. Dat is wel mooi vanuit de lucht. Het is een beetje scheid weer, maar we moeten het er maar mee doen natuurlijk. En dan zie ik mezelf niet meer. Oh god, waar ben ik nou? Oh ja, 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 nou zie ik mezelf. Top. Ik moet eigenlijk een beetje draaien, want dan kan ik een goede rechte streep zien. En dan kan ik hem mooi naast Google Maps houden. Dat is het idee. Oké, dit is top. Ik zet hem gewoon in de scene mode en ik laat hem gewoon draaien. Nou, dan gaan we de range test doen. Geef deze maar aan mij. Screen recording, drone in de lucht, vlogcameraatje en daar de 70-200. Dan gaan we lopen en kijken hoe het bereik is van deze DJI mic. Beginnen we hier bij de zender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik ben nou moe. Het gaat hier heuvel op. Paul had me hier mee naartoe genomen. Ik had me niet verteld dat dit heuvel op was naar de eik. Dus daarom sta ik even te eiken. We gaan verder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dit is, wat zou het zijn? Ongeveer 20 meter. De zender zit nou hier op mijn borst. Dus mijn lijf stoort eigenlijk tussen het signaal van de zender en de ontvanger. Verder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, 30 meter. Ik zit weer tussen de zender en de ontvanger in. Even omdraaien. Is nou het signaal beter? Komt het signaal nou terug? Of was die nooit... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Even een audiotestje. Hey Paul! Het echoot hier een beetje. Dan gaan we verder. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Dit is 50 meter, nou weer met mezelf de tut. En dan draai ik om, is het geluid nou weer terug, ja of nee? Ik weet het niet. Wat mooi aan de DJI mic is, dat hij schijnbaar ook intern opneemt hier op de zender. Dus mocht het signaal wegvallen, kan ik altijd nog de audio hiervan aftrekken. Ja, en ik heb dus een gruwelijke fout gemaakt. En daarom is het belangrijk dat je gear test in dit soort niet zo belangrijke vlogs. Maar ik was er dus van uitgegaan dat deze zender automatisch ook intern aan het opnemen was als een backup. Maar daar moet je dus een instelling voor aanpassen. En heb je hier de optie auto record. Als je deze aanzet,
dan gaat de zender automatisch opnemen als je hem uit het doosje haalt. Als deze aangaat, gaat hij meteen opnemen. En dan heb je altijd een backup track. Normaal gesproken zou je dus de recording aan moeten zetten op de camera en dan ook nog eens een keer hier moeten klikken. Nou is deze altijd aan. En dan denk je, ja, maar dan gaat helemaal geheugen vol. Maar dat valt wel mee. Deze kan 14 uur opnemen. En als die helemaal vol zit, dan begint die helemaal vooraan weer met het deleten van alle bestanden. Dus wat mij betreft een heel erg goed systeem. Dat ga ik natuurlijk toepassen in mijn volgende video's. Dan gaan we verder. Ik ben eigenlijk gestopt met tellen, want ik kijk achteraf wel hoe ver het lopen was. Ik weet dat vanaf de rand tot aan de boom, dat is 136 meter. Dus achteraf kan ik gewoon een beetje kijken hoe ver het is. Nou, dan draai ik weer om. Ik ben eigenlijk heel benieuwd of... Volgens mij komt er een signaal binnen. Ik krijg twee duimpjes omhoog van Paul. Volgens mij komt het binnen. Hij heeft geen koptelefoon. Hij ziet natuurlijk de audio bars gewoon binnenkomen. Nou ben ik omgedraaid. Is er drop-out of doet hij het nog goed? Nou, het mag eigenlijk inmiddels wel duidelijk zijn dat de DJI mic prima werkt als er een directe line of sight is tussen de zender en ontvanger. Maar zodra ik me omdraai is het voorbij met het feest. Zelfs als je nog dichtbij bent. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er wel een beetje van baal. Mijn oude Boya set deed het verrassend goed op afstanden tot 30 of 40 meter met de zender in mijn kontzak. Maar goed, de DJI mic zit dan weer ramvol met andere handige eigenschappen. En deze issues kan ik denk ik wel omheen werken. Ook heb je backup recording, dus dat is top. Goed, ik ga hem gewoon nog meer gebruiken in video's en dan trek ik later wel een echte conclusie. Ik ben ook wel benieuwd naar het signaal van de drone eigenlijk. Het signaal van de drone is er nog. Ben ik in beeld of hoe sta ik ervoor? Misschien ben ik niet in beeld zo. Misschien ben ik nou in beeld. Dan ga ik even hier een beetje achter de struiken als een bosjesman. Even kijken of het signaal dan overeind blijft. Ja, de belichting is helemaal kut hier. Komt het signaal nou nog steeds binnen van de DJI mic? Ik weet het nog niet. Dat ga ik straks zien in post. Nou, ik sta hier als een of andere mafkees in de bosjes. Dus ik ga teruglopen. Ook naar mijn controller. Want ik weet totaal niet wat mijn drone aan het doen is. Misschien is hij wel gecrashed ergens. Kut. Even kijken. Nou, de drone is nog netjes aan het vliegen. Niks aan de hand. Ik denk dat ik straks gewoon eventjes wat shotjes ga maken. En ik denk dat deze ook blijft draaien. Het is de eerste keer dat ik het setje gebruik. En ja, het is gewoon een test voor mij ook hoe die bevalt. Kijken hoe de audio kwaliteit is. En ik denk dat die gewoon heel goed gaat bevallen. Want alle reviews waren heel positief. Maar je weet het maar nooit, want heel YouTube is natuurlijk gesponsord. En deze jongen moet alles gewoon zelf kopen. Dus ik ga mijn eigen eerlijke oordeel wel vellen. Nou lopen we weer netjes terug. En even kijken bij Paul hoe het ervoor staat. Ik ben ook gewoon heel benieuwd of dit de juiste instellingen zijn van deze mic. Ik heb de zender op 0 dB gezet en de transmitter ook op 0 dB. Dat is eigenlijk de standaard instelling. En de camera zit ingesteld op level 6. Dat is eigenlijk het level dat ik altijd kies als ik werk met een externe microfoon op een Sony camera. Dus hoe klinkt dit? Is het goed? Is het bereik gewoon zuiver? Ik kom daar steeds dichterbij, dus het zal waarschijnlijk wel goed zijn. Maar ik hoop eerlijk gezegd dat hij daar bij de Lonely Oak ook nog steeds goed was. Maar dat gaan we achteraf pas zien. En nogmaals, hij blijft natuurlijk gewoon opnemen. Dus ja, als die uitvalt, dan is de audio nog steeds hier op de zender gewoon beschikbaar. Spierpijn jongen in mijn schouder. Ja, we gaan nu natuurlijk voor de ultieme test. Want de DJI mic, dat is een duo set. Ik ga Paul er ook in geven. Ik kan ook wat vertellen op de camera. Ik weet niet of hij dat wilt, maar dat is zijn probleem. Moet ik natuurlijk hier eventjes de dual channel aanzetten? Of gaat dat vanzelf? Geen idee. Daar. Aan. Kijk, hij trilt. Hij wordt groen. Hey. Dubbele audio channel. Here we go. Dus nu heb ik twee mics hier bij me. Volgens mij komt er nou eentje op het linkerspoor binnen en eentje op het rechterspoor. Dat is dus ideaal, want nu kan ik die in post gaan splitsen. Geef ik deze aan Paul. Nice. Dat is wel mooi van het systeem, dat je gewoon op die manier gewoon... twee kan aansluiten eigenlijk. Ja precies, want als het goed is komt die nou op de rechter channel binnen en deze op de linker channel. Dus als jij veel harder praat dan ik, zou het, als het goed is, gesplitst kunnen worden in post. Wacht, ik heb een leuk idee. Ik zoom heel ver in. En dan mag je jezelf even voorstellen. Mag ik mezelf voorstellen? Ja, zeg maar hoi, ik ben Paul. Hoi, ik ben Paul. Hé, maar dat is wel top zo hè, dat je gewoon nu twee mics al hebt. Ja, dat is lachen hè. Dat werkt echt super, super top. Hallo. Hey, maar we moeten wel even gaan vliegen, want het wordt steeds donkerder. Ja, kut zo, ja. We gaan wel even een rondje vliegen. Ik heb nu een volle batterij, dus we gaan... Ik merk wel dat ik nou gewoon een beetje inspiratieloos ben, omdat het gewoon scheidweer is. Heb je dat niet? Ja, jawel. Dat ik dan gelijk denk van... Ja. En zo zie je maar weer dat belichting echt alles is. Geniet nog maar even van deze beelden die Paul vorig jaar heeft gemaakt. Laat een dikke like achter voor deze video. En check dan een van deze andere dronevlogs, waar het wel super mooi was. Ik zie je in de volgende video. Later.